deze aflevering van De Constateur zakken we af naar het Oost-Vlaamse Onkerzele. We zijn te gast bij Erik Broodkorus. De man is al jaren in hart en nieren duivenliefhebber. We komen eraan net voor het inmanden voor een nationale vlucht vanuit Châteauroux. Broodkorus kent het klappen van de zweep en heeft er wat duivensport betreft al heel wat ervaring op zitten. Ik denk dat dat nu rond de 40 jaar is. Ik ben ongeveer 22 jaar begonnen met duiven te spelen met mijn vader. En ik heb ze veilig binnengebracht als ik 12 jaar was. En dan ben ik ben te verkeeren en dan ben ik weer uitgeskeerd. En 22 jaar ben ik officieel beginnen met duiven te spelen met mijn vader tot in 93. En dan ben ik overgegaan naar mijn moeder. Mijn moeder heeft mij heel goed geholpen. 25 jaar, ik had nooit gedacht dat ik het zo ver gebracht ging brengen met de duiven. Een familiale duivenliefhebberscarrière die werd doorspekt met een heel mooi palmaris over alle afstanden heen. Ik speel vanaf 40 kilometer tot met Barcelona zelfs. Want van het jaar zelf heb ik nog de vierde op Barcelona gehad, de 132e nationaal. Allee, hop. De duivenliefhebberij is een echte passie voor onze gastheer. En het gaat zelfs nog wat verder. De verslaving. Dat is nog slechter dan sigaretten roken, zeg ik. Je kunt er niet mee uitskiën. Dus ik had al gedacht over een jaar of 4, 5 vooruit te skiën. Maar mijn vrouw zegt nu, waarom zou je nu stoppen als je op pensioen bent? Allee, hop. Een groepje jonge duiven vliegt nog even buiten. Erik kijkt met tevredenheid naar de vlucht, die hard, snel en hoog is. Ze zitten in vorm, zo luidt het. En blijkbaar hadden zijn duiven eerder dit seizoen ook al deze vorm. Ik heb van het jaar 2 eerste gespeeld met de jaarlingen. Lokaal, 2 keer in eerste lokaal. En de 8e provinciaal, denk ik. En ik heb de 7e provinciaal. De vlucht naar Châteauroux is u wel bekend? Ja, al zeker. Ik speel er toch al een jaar of 20 op. Wat zijn je verwachtingen? Hopen dat ik meedoen in de top 10. Open, hè, want zeker ben ik dat niet. Duivenspel is niet gemaakt voor alle weken te winnen. Hè. Soms de mensen denken dat ze alle weken winnen, maar dat is niet mogelijk. Hè. Ja, het is een nationale vlucht. Wij proberen toch een van de betere duiven mee te nemen. Omdat het zou lukken om in de top 100 de nationaal te geraken. Maar het is niet zo simpel hier, waarom we niet boven. Tegen de mensen van Brabant, Limburg zitten er over het algemeen. Met de wind zitten ze beter dan wij. Sportief gezien geldt dus ook hier de regel dat deelnemen belangrijker is dan winnen. Dat is nu eenmaal de passie binnen de duivenliefhebberij. Erik speelt op weduwschap. Dat wil zeggen dat de duivers ingezet worden die gekoppeld zijn aan een duivinnetje. En zij haasten zich om zo snel mogelijk terug bij de duivin te zijn. Maar dat is natuurlijk enkel een theoretische benadering. Kijk, er zijn 3 weduwenaarshokken. Een hokje van 7, een hokje van 10 en een hokje van 8. Maar vandaag had er uit een hokje van 7 2 duiven mee, weduwenaars mee en 3 weduwenaars van dat kotje van 10. Je speelt dus op weduwschap? Op weduwschap. En de jonge duiven gaan ook mee vandaag, op de nationale vlucht. De jonge duiven worden verduisterd en er wordt op de schuifdeur gespeeld. Ze worden wel ingezet op nationale vluchten, om af te tasten. Erik besteedt ook veel aandacht aan het voedingspatroon van zijn duiven. De voeding wordt specifiek afgestemd op het competitieseizoen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vorig jaar, mijn beste jonge duif, vorig jaar. Ik kan die van het jaar nog een keer meegeven. De doffers worden nog even gekeurd voor ze in de manden gaan. En her en der wordt nog een duivin van plaats verwisseld. Het wordt nu stilaan tijd om de duiven in te korven. Daarvoor trekken we naar het zaaltje van Café El Corazon. Daar is het lokaal van de duivenmaatschappij. Eerlijk duurt het langst uit Vianen Moerbeke gevestigd. Het is er een drukte van belang. De verwachtingen voor deze vlucht zijn hoog gespannen. De lossing en de miserige weersomstandigheden zijn het onderwerp van het gesprek. Duivensport is ook duidelijk een sociaal treffen tussen gelijkgestemden.
Dat zorgt voor een apart sfeertje binnen de duivenmaatschappij. Eerlijk duurt het langst. We polsen eens bij Pierre de Rijst. De man was ooit nationaal voorzitter van de duivensport en is al meer dan 50 jaar met duivensport bezig. Toen ik hier voorzitter geworden ben, waren er 65 leden. En nu verleden jaar waren er 142. Het is hier enorm aangenaam. Iedereen komt hier graag. IWI prijsspeel deed €15 op de uitslag. Dus zowel vooraan als achteraan. En dat lokt natuurlijk wel heel wat volk. Ze krijgen ook een teruggave. Als hun duiven voor een bepaalde nummer vliegen, krijgen ze daar nog een euro op terug en zo. Dus, en dat is wel aantrekkelijk voor heel wat duivenliefhebbers. Maar voor alle duidelijkheid, het blijft een spel. Het blijft een spel uiteraard. Hè. Ja, zeker. Hè. En dat spel, dat spelen de weergoden dit keer niet mee. En dat heeft impact op het aantal deelnemende duiven. Het ziet er naar uit dat de duiven uitgesteld gaan gelost worden vanuit Châteauroux. Ik denk dat er nu wel liefhebbers zijn die een zeker aantal duiven inhouden, omdat ze schrik hebben, ook slechte weersvoorspellingen voor zaterdag. Ze geven er maar een paar mee in plaats van 10, 20 of zo, zoals vroeger. Zijn er liefhebbers die het aantal beperken. Ja, en het seizoen loopt trouwens ook een klein beetje ten einde. Het seizoen loopt op zijn uit, uiteraard. Hè. De duiven beginnen te ruien, al de liefhebbers die niet verduisterd hebben of zo. Hè. Die jonge duiven geraken uit hun pluimen en kunnen uiteraard niet meer mee. Hè. Intussen vervult ook Erik zijn formaliteiten. Die tegenstaande het digitale constateringssysteem wordt voor nationale vluchten nu ook nog een extra gummiring aangetrokken. Dit voor extra controle in geval van discussie. Maar binnenkort zal ook dit vervangen worden en vervat zijn in de digitale constatatie. De duivenmelkers zijn wat dat betreft duidelijk mee met hun tijd. Hier en daar bespeuren we ook een vrouw tussen het hoofdzakelijk mannenvolkje. En het wordt meteen duidelijk waarom moeder de vrouw wordt ingezet. Ja, mevrouw, u komt ook duiven inkorven. Speelt u zelf met de duiven? Ik persoonlijk zelf niet, maar ik help wel mee met de verzorging en al. Maar mijn zoon is lofmanager bij Dirk de Roos in Kruis-Oudhem. En die is nu momenteel bezig, dus ja, stukje met zijn duiven naar hier komen. Een passie in jullie familie met de duiven spelen? Van kinds af aan al mee opgegroeid, langs beide kanten. Ja. Je hebt net ingekort voor Châteauroux. Hoe groot schat je je kansen in op een goede vlucht? Toch meedoen in de 10 eerste, denk ik toch, ja. Het laatste woord geven we graag aan de voorzitter van deze dynamische duivenmaatschappij. We zijn benieuwd hoe deze oude rot in het duivenspel kijkt naar de toekomst van, zeg maar, de jeugd. Een jonge generatie, uiteraard moet je al zien, als er in de familie al een duivenliefhebber is, maar die zouden veel meer moeten gepromoot worden door die jonge gasten aan te trekken met gratis deelnames aan kampioenschappen, ook gratis lidmaatschap, ook van de bond uit een beetje nul bezorgen dat ze niet alleen staan. Zeker degene die dus op eigen benen proberen te staan, zouden veel meer werking naar die mensen toe moeten gaan. Ja. Maar u gelooft in de jeugd? Ik geloof in de jeugd, alleszins. Alleszins. Zeker en vast. Wordt genoteerd. Om af te sluiten nog dit. De duiven werden wegens de weersomstandigheden niet gelost in het weekend. Pas op maandag vallen ze dan ook in Onkerzeelen ten huize broodkorus. Wachten, zenuwachtig lopen en nog eens wachten. Ook dat is duivensport. Kom.